Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups & Down. Ik ben nu Jordi naar school aan het brengen. Die gaat nu 3 keer in de week naar school op maandag, dinsdag en woensdag. Dus het is vandaag woensdag, dus hij gaat vandaag naar school. Dus die ga ik even wegbrengen. En we zijn weer thuis. Ik heb gelijk even was aangezet. En ja, dat dus. Hoi Waffel. Ik ga dadelijk alvast fruitje maken voor Liam. Want dan kan hij fruit eten. En ik denk dat ik Sam zijn fruit ook al ga maken. Maar we gaan even kijken hoe alles loopt. Ik moet ook even de vaatwasser in en uitruimen. Want ik heb nog afwas staan van gisteren. En nee, daar was ik niet af. Want ik heb een vaatwasser. En ik ben moeder van 3 kinderen. Dus ik heb daar niet zoveel behoefte aan. Liam? Nee. 5 minuten zitten en weer verder. Nou, daar heb ik weer hoor. Niet in de wasmachine. Liam fruit heb ik al gegeven. Dat is fruit voor Sammy aan maken. En ik wil het geven aan hem. En ik haal Sam uit de box. En ik voel een hele natte vlek. Pak jij bubbel eend maar. Alles heel goed. Zijn rug, zijn benen, alles goed. Geen zorgen op het. Had je goed je best gedaan, mijn schijt, hè, jongen? Ja. Wat is het nou hier? Bubbel eend. Ja, je hebt honger, dat weet ik. We gaan je weer schoonmaken. Ik heb van alles er doorheen zitten waar Liam er ook in heeft zitten. Volgens mij wat persik. Kom maar, Hoppetie. Een beetje meloen. We gaan lekker bubbelen. Aardbeidjes, banaantje. Perfecter. Wat mag nog meer? Wat jij nog meer? Kijk, Flop. Hij heeft een bubbelbaard. 4 soorten fruit in ieder geval. Vergeet je oren niet te wassen, Hoppetie. Aardbeien, banaan, persik, meloen. Ja, dat was het. Beter? Ja, je moet wel goed happen, jij. Boesje. Dus hij gaat genieten. En hier zit ook een koekje doorheen. Hij is nog steeds. Zodat hij stukjes weet eten. Ja, dat klopt. Het duurt een tijdje voordat hij droog is. Oh, de wind. De wind die woest. Hoppetie zo droog. Goed idee, Bing. We brengen Hoppetie naar buiten. Ja, kom maar Hoppetie. Kom mee, Flop. Waarom zit hij hier ook een beetje naar? Oké. Anders geef ik hem nou schoon een keer aan en dan ga ik weer iets maken. Ja, dan ga ik weer iets maken. Hij is nog steeds nat. Wat speknek. Je moet woesje. Je bent al eens smerig, jij. Omhoog, hoog, bij de wind. Dan kun je niet schoon een keer aangeven. Ja, dat is een goed idee. Nee, niet aan het waslijn. Met de bijtende knijpers. Kijk. Hoppetie heeft geen bijtende knijpers nodig. Ah, mijn onderbroek. Hoppetie, kan omhoog woesje in mijn onderbroek. Inderdaad. Klaar? Ja. Dit is gewoon zo schattig. Met je knuffeltje aan het spelen. Ik laat hem heel even zitten, dat hij lekker in zijn eten kan laten zakken. En dan kleed ik hem om. En dan ga ik hem lekker laten slapen. En dan ben ik eens benieuwd wat de dag brengt. Ik probeer een beetje een nieuw ritme aan te brengen bij hem. We gaan kijken hoe het werkt. Jordi die heeft altijd van die bijtstaafjes. En daar doet hij nu niet zo heel veel mee hoor, want dat wil hij niet. Maar
Liam die heeft continu last van zijn tanden. In ieder geval tanden die doorkomen. Dus ja, ik stond op een gegeven moment met zo'n bijtding in mijn hand. Ik denk bij mij, weet je wat? Ik kook hem even uit. Ik doe hem koud afspoelen. En ik zorg ervoor dat Liam hem kan gebruiken. Dus die is hem nou aan het gebruiken. Dus deze zijn er ook voor gemaakt hoor, om te kauwen. Dus. Maar ik geef hem nou Sam aankleden. Kom hier heen. Kom staan. Goed zo. Dan kun je zo eten. Zo kun je ook eten. Lekker aan tafeltje, hè? Ja, lekker op, hè? Of op de bank. Dat kan natuurlijk ook. Liam die ligt al te slapen. Ik ga even eten. Er is iemand wakker, hoera, hoera. Dat kun je wel zien, dat is Liam. En nu veel minder verdrietig, ja, ja. En daarom zingen wij blij, 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 blij. Hallo Liam, hallo Liam. Kom je mee naar beneden, Liam? Ja, we moeten daar je broertje ophalen. Of je broertje, je grote broer ophalen. Kom je mee? Ik ben blij dat je zelf wakker geworden bent. Ja. Oh. Kom gauw. Ik heb Jordi opgehaald met kindjes. Zet Sam in de woonkamer, haal Sam eruit. Zet Sam netjes in zijn loopwagentje. Ga hij erin liggen, slimmerik. Hallo, dit is niet de bedoeling. Liam, wat ben je nou aan het doen? Hallo, dit is niet de bedoeling. Nou, zoals je al weet ben ik thuisgekomen. Heel leuk. Jordi heeft alles ondergescheten. Zat helemaal onder, van boven tot onder. Nou, prima. Heb ik helemaal schoon gekregen. Dus hij zit er nu in zijn luier bij. Ik heb even een boxershirt gepakt. Als het warm zat, kan ook gewoon alleen in zijn boxershirt zitten. Dan ben ik een wafel aan het geven. Liam heeft zijn wafel al op. En dan had ik hem koekjes gegeven. En hij wou de wafel van Jordi. Maar die krijgt hij dus niet. Daar ben ik heel standvastig altijd in. Dus nou is hij... Ik had hem toch nog wel wat koekjes gegeven. Een zakje. En nou is hij van al die koekjes. Is hij een hapje aan het nemen. En weer terug aan het leggen. Nou, doe maar omdat je boos bent. Maar interesseert het niet. Maar je krijgt die wafel van Jordi niet. Andersom zou dat ook niet zijn. Dus dat is zo ook niet. Wat dat betreft ben ik daar wel heel specifiek in. Dan word je maar boos. En daar heb ik eigenlijk gewoon heel veel letterlijk en figuurlijk scheid aan. En Jordi ook volgens mij. Maar ja, deze vent is vrolijk. Hij wilde zijn bril niet op. Even afsluiten vanuit de buitenwereld. Dat mag. Dat vind ik helemaal prima. En zijn wafeltje eten. Gedronken heeft hij ook al. Dus dan zijn we up-to-date. Nog proberen. Toch nog proberen. Nee, die is van Jordi. Nee. Jordi bijten? Goed zo. Jij krijgt jouw koekjes. Zie je? Alsjeblieft. Je hebt je wafel. Nee, je hebt al wafel op, jongen. Nee. Je hebt wafel al op. Nee. Nee. Nee, je hebt je wafel al op. En ik ga niet 20.000 wafels voor jou klaarzetten. Het beeld zie je wiebelen omdat hier iemand ook aan het wiebelen is. Nou, kan iedereen maar lekker je koekje laten zien. Niet je broer schoppen. Ongeluk in de tunnel, alsjeblieft. Recht op je beeldscherm. Ik ga hier gauw verder, want... Een hele goede morgen. Ik ben Sammetje lekker de fles aan het geven. Liam die heeft weer een staf. Die was zo aan het irriteren dat ik zei van... Je gaat maar lekker je stoel in, vriend. Dus die zit nu in zijn stoel. Jordi zit hier op de bank. Die heeft één keer niet geluisterd, daarna weer wel. Dus ja... En vannacht was hij ook weer aan het spoken geweest. Dus hebben Niels en ik ook weer profijt van gehad. Maar
hè, klein spookie. En hierna moet ik Jordi gaan aankleden, mezelf gaan aankleden natuurlijk. Want Jordi heeft fysio, dus ik ben benieuwd hoe dat hij doet na 3 dagen zoveel drukte. En dan gaan we afwachten. Eigen schuld, mama heeft je al 1000 keer gewaarschuwd. Nee is nee en toch doen. Je blijft daar nog even zitten totdat Sam klaar is. 1 minuut of 5. En als hij langer is, dan is hij langer. Hij is ook al 1/2 uur aan het koeieneren. Gewoon echt aan het koeieneren. Nou, ik ga eventjes verder. Jordi is fysio aan het doen met Wietja. En Sam die ligt in de box. Ik ben met Liam een boterham aan het doen. Dat moet je ook leren, hè? Ja. Papa? Nee, papa. Hallo, ben je iets aan het leren? Papa? Bijten? Goed zo. Ik ben hem aan het leren afbijten. Dat doet hij niet altijd. En aangezien ik toch wel eens heel eigenwijs dingen dik op poot smeer. Ik heb geen zin om alles onder te laten zitten. Hé, hey, hallo. Nee. Nee. Hier kom je uit. Eten gewoon. Ja. Moet je drinken? Ik heb trouwens nog een weetje voor jullie. Vanaf Jordi zijn geboorte gebruik ik al deze parfum. Niet dezelfde, ik heb meerdere flacons inmiddels gehad. En als Jordi over de zeik is en hij ruikt die parfum, wordt hij rustiger. Omdat hij dus die geur door en door kent. Goed weet je toch? Nou, dit is iets unieks. Hij is zelf in zijn loopwagen gekropen om vervolgens naar de bank toe te lopen. En mama was net iets sloom om het te filmen. Maar wauw, 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 wauw. Wauw, echt wauw. Dan laat ik deze mooi hier in de buurt staan. Als je hem dan dadelijk weer wil. Kan hij hem gewoon pakken? Oh, wat ben ik trots dat hij hem zelf pakt. Het is weer zover. Ik had even een boterhammetje gemaakt voor mezelf. En wie staat er weer bij? Ja, ja, ja. Dat wordt dus weer delen. Vind je niet erg hoor. Zodat je dadelijk een verkeerde indruk krijgt. Voor mij mag hij heel mijn brood opeten. Doet hij niet, maar voor mij mag hij. Ik ben iets aan het doen. Niet iedereen zal het met me eens zijn, maar daar heb ik even schijt aan, hè. Wat ben jij aan het doen, Sam? Heb je krakotje? Hij heeft al bijna een helft op. En hier zit iemand mee te gluren. Ik heb ondertussen Peppa binnen gaan staan, want hij zit te kijken. Ja, lekker hap, hè? Ga jij nou eens weg met dat stokje? Je kun je vastpakken. Vastpakken. En ik ben tosti's voor de jongen gaan maken. Ja, moet tosti eten, hè? Zelf vasthouden. Je kan dat ook gewoon vasthouden, hè, vriend? Alsjeblieft.
snel. 1, 2. Papa, ik wou dat je niet naar je werk hoeft op je verjaardag. Ja, maar ik kom zo snel mogelijk weer naar huis. Tot straks allemaal. Tot straks, papa. Je broertje aan het eten, hè? En nadat er lekker geluncht is, flesje, die is nou op inmiddels hoor. En dan is het tijd voor knuffeltjes. En dan gaat hij naar bed, luier doen naar bed, Sam in de box leggen. En hopelijk slapen ze. We gaan het zien. Er zijn hier een paar ettertjes wakker. Jordi slaapt nog, maar die sliep een stuk later. Die laat ik ook even slapen, want we hebben straks een verjaardag. Ja. Lijkt net een hondje af en toe. Wil je een koekje? Wil je een koekje? Wil je een koekje? Kom maar proeven. Wie deed dat nou niet met zo'n melkbiscuit? Volgens mij deden we dat allemaal. Hij doet het uit zichzelf. Heeft nooit gezien dat iemand dat doet. Want wij eten dat normaal helemaal niet. Ik lag zelf ook even op de bank. Ik heb helemaal niks gedaan in de tussentijd dat hun sliepen. Ik dacht bij mijn eigen 3 kindjes slapen. Mama heeft rust. Dus mama die ging heel eventjes bankzaken en beleggingen doen. Ja. Laat je de ongelukken weer zien of niet? Je laat alleen maar ongelukken zien. Je moet zo. Dat is lekker. Ik vind dat schattig als hij aan het eten is. Dat kleine hapjes pakken. En dan lekker zuinig op zijn. En lekker van genieten. Dan kunnen we nog wel van leren, mensen. Van kinderen. Kinderen zijn zo onbevooroordeeld. Genieten van alles wat ze krijgen. Of het nou een speelgoedje is of wat dan ook. Ik wil ook echt serieus dat mijn kinderen blij zijn met een speelgoedje van 1 euro. Dat ze daar net zo blij mee zijn als dat ze speelgoed krijgen van 50 euro. Ik vind het gewoon heel belangrijk dat mijn kinderen dankbaar zijn daarvoor als ze iets krijgen. Ik vind dat hartstikke belangrijk. Zo ook bijvoorbeeld een koekje. Dat hij is hartstikke dankbaar dat hij dat koekje krijgt. Want hij is hartstikke blij met dat koekje. En hij is er helemaal van aan het genieten van dat koekje. Lekker hè. En het hele middagritueel begint weer van vooraf aan. Nou ja, middagritueel. Het is 4:15 geweest. Maar dit is ook wakker. Ben een koekje aan het geven, dezelfde als die Liam had. Hij heeft al gedronken. Liam? Het voordeel van een jongensgezin is dat ik als klimrek gebruikt word. Dus ik heb heel vaak konten en ballen in mijn gezicht. Oh, en er worden heel vaak scheten in mijn gezicht gelaten. Daar ook nog eens. Voor hem. Hier, stink het. Hier. Liam heeft weer straf. Die luisterde weer niet. En Jordi staat hier lekker een beetje heen en weer te lopen. Maar volgens mij stonden er dingen in de weg. Kom je? Ja, was het dat probleem. Oké, ja, nou staat er een bank in de weg. Wacht. Hoppa. Goed zo. Ja, doe het zo, hè.
dacht je van tekenen? Nee. Voetballen buiten? Ben je weer een poepen? Nee. Samen een liedje spelen op de gitaar? Nee, nee, dat is het niet. Een hut bouwen? Nee, joh. Weet jij wat ik gisteren gedaan heb? Hé, hey, Dikkie Dik. Dikkie Dik, zo kun je toch niks ik zien? Ik ben met de bus naar tante Jans geweest. En dat was heel leuk. Ik mocht eerst een kaartje kopen, zo, bij de chauffeur. Lekker en ding. Toen mocht ik op het stopknopje drukken. Hij doet het dus ook uit zichzelf. Ik hoef er niet altijd om te praten. Wij moeten even naar een verjaardag toe. En ik heb een cadeautje geregeld. Kijk of je het kan zien. Met foto's van de kindjes. En een lekker luchtje. Dus dat gaan we geven. En een bak koffie drinken. En toen lagen de kindjes op bed. 2 van de 3 liggen te slapen. Jullie mogen raden wie er nog niet slaapt. We gaan niet vertellen wie. Raad maar onder in de reacties. Wij gaan zo ook slapen. En wij gaan ook deze ups en dan afsluiten. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende.